De Stichting Gevallen Helden 1902 heeft vandaag een kunstwerk onthuld, de Plantage Marienburg. Dit monument is bedoeld om de immigrantenarbeiders te memoreren die tijdens een opstand 120 jaar geleden werden doodgeschoten. De mensen kwamen op tegen armoede, onrecht, uitbuiting en onderdrukking door de toenmalige koloniale heersers. Nadat de opstandelingen waren doodgeschoten, werden ze als voorbeeld uitgesteld en daarna in een massagraf gegooid. Voorzitter Dharamungra van de Stichting Gevallen Helden 1902 haalde aan dat het tijd wordt om het eenzijdige verhaal van de Hindoestaanse en Javaanse immigranten nu waarheidsgetrouw te vertellen. Daarmee wil de stichting een stimulans geven aan de verdere emancipatie van deze groepen en het versterken van hun zelfbewustwordings- en identiteitsvormingproces. Het in beeld brengen, dames en heren, van rolmodellen, dat zijn personen die richting hebben gegeven, dan wel een belangrijke bijdrage leveren of hebben geleverd aan de sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkeling van onze bevolkingen, is een van de doelen die wij beogen. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken haalde aan dat de moord op de immigranten een zwarte bladzijde is voor Suriname. Hij benadrukte dat ons land geen zwarte bladzijde meer nodig heeft. Dat zou volgens hem een verantwoordelijkheid van de totale gemeenschap moeten zijn. Maar het is goed om op deze dag stil te staan bij wat het betekent. Wat het betekent voor de toekomst. Zoals de pandiet zei, het verleden, het heden en waar we naartoe gaan. En ik hoop dat deze dag, nadat de slavernijperiode was afgesloten en dus een periode introduceerde van contractarbeiderschap van zowel de Hindoestaanse als Javaanse Surinamers, dat we deze dag moeten beschouwen als een moment om die losverbondenheid die er is tussen al deze drie groepen vast te houden. Want het lot van de een is verbonden met de ander. Minister Ramdien haalt tenslotte aan dat lotsverbondenheid, sympathie, eenheid en verbondenheid moet creëren en geen conflict of splitsing. Hij doet een beroep op een ieder om goed te begrijpen wat het leed van de ene groep de rest heeft gebracht.